Deze beschouwing die gaat over moraal en nog wat andere dingen. Ik had vandaag een interessant gesprek met een oude goede kennis van mij. En die luistert naar mijn beschouwingen. En die zei van ja, zoals jij het zegt, stevenen we zonder meer af op een soort hele grote confrontatie. En gaat het niet de goede kant op. En dat, daar heeft hij gelijk in het feit dat dat de conclusie is die je kan trekken als je naar mij luistert. En dan kun je zeggen, ja, daar maak je jezelf niet populair mee. Ja, dat maakt me er ook helemaal niet uit. Het gaat erom dat het zo is. En dat komt door het gebrek aan moraal. Het gebrek aan moraal betekent een gebrek aan leven. Een gebrek aan waarheid. En een gebrek aan doelmatigheid. Ja. Ja, wat hou je dan nog over? Helemaal niks. Ja, toevalligheden. En als bevolking heb je dan gekozen voor een pad wat vol ligt met toevalligheden. En dat terwijl je een heersende groep hebt, de Jezuïeten, om ze zo maar even te noemen. Hè. Het gaat om de katholieke kerk en de organisatie daarachter. En binnen de katholieke kerk heb je sinds 1540 een hele nieuwe militaire tak. En dat zijn de Jezuïeten. En die zijn enorm succesvol. In hun euvele werk. En die zijn iets van plan. En wat ze van plan zijn, dat ja, bijvoorbeeld het opheffen van de landsgrenzen. Nationaliteiten gaan er niet meer toe doen. En iedereen wordt wereldburger. En vrouwen en mannen worden gelijk. En ja, het wordt één groot egalitair geheel. En sommige mensen, ik weet het, zo niet sommige mensen, een hele hoop mensen, die vinden dat eigenlijk geweldig. Ja, we moeten vrij kunnen reizen, overal moet je je kunnen vestigen, la 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 la. En er zijn in Zuid-Afrika, heeft de blanke bevolking daar, die heeft het enorm zwaar. Zijn er en die leven echt onder de meest erbarmelijke omstandigheden. Mogen die mensen hier naar Nederland toe? Ik dacht het niet hoor. Ik zou niet weten waarom wel. Of ik heb niet goed in de krant gekeken, dat kan ook. Tja. Maar die mensen daar in Zuid-Afrika, die kunnen niet rekenen op hulp vanuit Nederland. Maar iemand uit Kenia, Zimbabwe, of Tanzania, of zeg het maar. Ja, die wel, want die zijn zielig. Want dat zijn negers. En blanken zijn niet zielig, want dat zijn racisten.
Voor mijn dochter is dat ook uitgemaakte zaak. Hè? Dat blanken, die doen zo vervelend tegen negro-witte mensen. Maar dat is heel zielig voor die negro-witte mensen. Tja. Dat heb ik tegen haar gezegd. Van nou, ga jij maar eens komen met artikelen waaruit dat blijkt. Hé. Hey. Nou, dan was ze een tijdje terug, van de week was ze bij mij. Toen zei ik, nou, en heb je al wat gevonden? Nee, ik heb eigenlijk niks gevonden. Ik zei, nou, ik heb wel wat gevonden, maar dan gaat het over de andere kant. Oh, zei ze, daar heb ik nou geen zin in. En ze liet ook al doorschemeren van, en als ik er wel ooit een keer zin in krijg, dan garandeer ik je nu al dat we dan slaande ruzie gaan krijgen. Maar ze heeft die links nog helemaal niet gezien. Maar ja, ze voelt de bui denk ik al wel hangen. Negroïde mensen die misdragen zich nogal. Die mensen dragen zich zoveel dat het op begint te vallen. En bij ons is de moraal zo ver zoek dat we dat goed praten. Wij hebben daar geen vragen bij. Het is echt bizar. Vind ik, hè? Zou jij ook moeten vinden. Maar dan kijk ik naar deze soepzooi die zich Nederland noemt. En zie ik dan hoop? Ik denk, waar dan? Maar ik weet dat 2000 jaar geleden was Christus onder ons. Die heeft ons toegesproken. Die heeft gezegd dat hij de vervulling was van dat wat in het Oude Testament stond. Hij is gestorven voor ons met opzet. Dat heeft geleid tot een hele nieuwe geloofsstroming. Geheel van onderaf. Helemaal niet georganiseerd. Gewoon van onderaf. Dat werd ook niet met marketingacties op marktpleinen aangekondigd. Nee, dat verspreidde zich van mond tot mond. En daar ontstonden hele harmonieuze, waarheidslievende gemeenschappen van en door. Dan denk ik aan de Waldensers en de Albigensers. Nou, en toen is dat christendom overgenomen door Babylon. Dan zijn wij in de 16e eeuw. In de 16e eeuw is er een doorbraak gekomen in ons protest daartegen. Ja, toen waren ze al 1300 jaar bezig, hè? En na 1300 jaar brak het protest dan door. En waar is dat protest nu? Helemaal weg. 500 jaar geleden kwamen wij in protest tegen Babylon, haar, wat zij dan noemde, de christelijke kerk. Maar het is helemaal geen christelijke kerk van Babylon. Daar ben je zo achter. Pak Matthäus 6 er maar bij. Dan zie je zo staan. Dat is niet te rijmen met wat de katholieke kerk doet. De universele kerk, de kerk van Babylon.
Wij zijn het helemaal kwijt. En die man die ik vandaag aan de lijn had, die zei ook tegen mij van, ja, jij zegt zo stellig dat de paus de antichrist is, maar er zijn ook mensen en die denken er heel genuanceerd over. Veel genuanceerder dan jij. Die betrekken ook andere meningen erin. En ik denk, ik niet. Ik ben toch niet gek? Als je Matthäus 6 erbij pakt, daar staan regels in, bijvoorbeeld over hoe men dient te bidden. En dat we dat niet doen zoals de katholieken dat doen. Als je bidt zoals een katholiek bidt, dan bid je op zijn heidens. Ik kan er ook niks aan doen. Zo staat het in de Bijbel. Maar het kan zijn dat jij denkt van, ja, maar dat vind ik helemaal niet leuk. Dit wil ik toch liever anders. Ik wil er eigenlijk dat je wel op zijn katholiek moet kennen bidden. Ja, dat bedoel ik nou met het gebrek aan moraal. Nou, even denken dat jij een stuk van het evangelie van Matthäus even overnieuw kan schrijven. Dat is immoreel. Dat moet je niet doen. Kijk, ik vind het best als je geen waardering hebt voor de Bijbel, maar zeg dat dan eerlijk en bemoei je dan ook niet met het boek. Of zeg dat jij van de club bent van, nou, ik hou wel van de Bijbel, maar alleen van de door mij of door ons geselecteerde stukjes. Zeg dat dan eerlijk. Noem jezelf dan fractioneel christelijk. En ik ben niet fractioneel christelijk. Voor mij is het de Bijbel, Genesis 1, vers 1, tot en met het boek Openbaring, laatste pagina. En dan de vertaling van King James. Tezamen met de Statenvertaling. En that's it. Ik ben Hebreeuws aan het leren, dus ik kan binnenkort kan ik ook de Tanach. En die kan ik dan in het Hebreeuws gaan lezen. Dat is interessant. Maar tot die tijd gebruik ik de King James en de Statenvertaling. En katholicisme is geen christendom. En ze beweren van wel, en daarmee is het een ongelofelijke liegpartij die daar plaatsvindt. En de katholieke kerk is verantwoordelijk voor verschrikkelijk veel dingen. En ik zeg dan, de katholieke kerk is de antichrist. En dan zei ik tegen die man vandaag, van ja, Maarten Luther zei het al. En dan zegt zo iemand onmiddellijk, ja, maar Maarten Luther heeft ook dingen gezegd en dat was helemaal niet zo leuk. En dan denk ik, dat is vuil om zo te redeneren. Want punt 1, kijk, waar die man het over had, was dat Maarten Luther dan dingen heeft gezegd over de Joden. Nou, niemand die ik ken en aan mijn kant staat van het Bijbellezen, die manier. Niemand die ik ken uit die groep is het eens met wat Luther heeft gezegd over de Joden. De gangbare mening van ons is, als ik van een ons mag spreken, maar van de bijbelgelovende kennissen van Perry, onze gangbare mening is dat Maarten Luther het hier heeft over dat wat wij noemen de Hofjoden. Want Babylon heeft een aantal Joden geselecteerd om vuile klusjes te doen. Zoals de Joodse familie Bauer. De Joodse familie Bauer die is geselecteerd
om de schatbewaarder te zijn van de centen van de paus. En die familie heeft zich toen omgedoopt tot Rothschild. En dat is dus nu ken je die als de familie Rothschild. Die heette ooit gewoon Bauer. Familie van de boer. Nou, die familie Rothschild, dat zijn geen lekkere jongens, dat kan ik je wel vertellen. En dat zijn Joden. En zo zijn er nog meer Joden. En, ja, maar dat noemen dat Hofjoden. Ja, Maarten Luther heeft ze er erg druk over gemaakt. Maar je gaat mij niet wijsmaken dat Maarten Luther een hekel had aan iedereen met Joods bloed. Dus ik kan me niet voorstellen. Maar ik wil me in die discussie helemaal niet mengen, want ik vind het niet interessant. En wat ik niet pik, is dat iemand zegt dat als iemand zich te buiten is gegaan aan ongeoorloofd taalgebruik, dat dan maar gelijk alles van die persoon niet waar is wat hij heeft gezegd. Want dat klopt niet. En dat Maarten Luther ermee kwam dat de paus gelijk staat aan de antichrist, daar was hij niet de enige in, want Jan Hus heeft erop geduid en Tindal heeft erop geduid en Wycliffe heeft erop geduid. En nog wel wat meer mensen. Er is niks nieuws aan. En dan heden ten dagen dat oordeel over dat antichrist zijn van de paus, om dat nu nog een keer in twijfel te gaan trekken, op een zondagmiddag tegen mij en dan te denken dat je een leuke discussie kan hebben. Dan denk ik, waarom? Waarom doe je dat? De lijst met feiten op basis waarvan ik zeg, hier heb je het over de antichrist. Jongen, ik kan er denk ik wel 2 uur over vullen. 2 uur lang drama's opsommen. En toelichten. En ook dit nog, en ook dat nog, en zus en zo. Die wordt er stikzagrijnig van. Ik kan het ook gaan opschrijven. Nou, dan heb ik zoveel A4'en met allemaal puntjes en de jaartallen. En nou, dan heb je al die feiten. Dat zijn stuk voor stuk de meest gruwelijke misdrijven. En heeft de katholieke kerk ooit berouw getoond? Nee. Dus waarom zou je het opnemen voor die club? Waarom zou je het voor mogelijk houden dat de mensen die de paus en alles wat erachter zit bestempelen tot de antichrist, dat die het foei foei bij het verkeerde eind hadden en dat ze er wel even over na moeten denken voordat ze zomaar iemand gaan beschuldigen? Want die beschuldiging is niet zomaar. Die beschuldiging die loopt al 100 jaren op basis van 1000 feiten. Je mag dat niet zomaar wegzetten. Dat is de immoraliteit in Nederland. Maar we waren afgelopen vrijdag bij een club met best wel jonge mensen. En die had ik ook netjes van tevoren geïnformeerd en een plan gestuurd en blablabla voor het grote CO2-experiment. En daar hebben wij wat hulp bij nodig. Nou, ze hebben ons wel goed geholpen in die zin dat ze ongelooflijk negatief tekeer gingen tegen onze plannen. Dat alles waar we mee kwamen, oh, dat werkt niet, oh, nee, dat kan niet, nou, trouwens, het is allemaal al lang gedaan en, oh, wat een onzin, en blablabla. Ja. En dat had ik dan wel wat aan, omdat ik dan denk van nou oké, hun komen ermee, dat weten we dan nu. Het is maar goed dat we dat nu weten, want uiteindelijk gaan mensen dus met dat soort dingen komen. De meest onzinnige uitspraken. Er was er ook zo'n uitspraak van een van die mensen van ja, als je een temperatuursensor heb,
dan gaat die sensor die gaat ook de omgeving verwarmen. Dat zegt iemand dan zomaar, hè? Dat is helemaal niet waar. Zo'n temperatuursensor, dat is een warmtegevoelige weerstand. En ja, in theorie loopt er een stroom door die weerstand om dat potentiaalverschil te kunnen meten. En in theorie wordt zo'n weerstand dan zelf een beetje warmer. Ja, de vraag is, hoeveel warmer wordt die? Met een stroompje van 0,01 milliampère. Helemaal niks natuurlijk. En er was ook iemand die zei, ja, en dat materiaal van die container, daar gebruik je plexiglas voor. Nou, plexiglas laat helemaal geen infrarood door. Dat is helemaal niet waar. Maar dat zeggen mensen dan. Dus die komen zomaar met die dingen. En was ik iemand die zei, ja, als je dat gaat meten zo in een container, zo 2 meter boven het aardoppervlak, ja, dan meet je natuurlijk niks. Nee, je moet dat meten op 500 meter à 5000 meter hoogte. Maar dan zal je het wel meten. Ja, maar dat kunnen jullie niet, hè. Dat is onzin natuurlijk, hè. Waarom zou het aan het aardoppervlak niet te meten zijn en bovenin wel? Maar mensen roepen het gewoon. Ik vond het interessant in die zin om al die... Je kan het dus niet verzinnen dat iemand daarmee komt, hè? Want je moet het experiment doen op 5000 meter hoogte. Verzin je toch niet? Ja, ze komen daar dan wel mee. En daar hebben wij dan weer wat aan, snap je? Dat is voor ons weer tof. Ja, laten we wel zijn. We kunnen er ons van tevoren dan tegen wapenen. En die man vanmiddag die zei ook tegen mij, ja, en wat denk je dan te bereiken? Dat mensen dan met je mee gaan denken? Nou, ik denk het niet hoor. En ik, ja, waarom zeg je me dat? Moet ik ontmoedigd worden of zo? En ik vind het natuurlijk leuk dat ik... ik heb nu 83 abonnees. Ja, vind ik hartstikke leuk. Natuurlijk. En ik vind het nog leuker als het er straks 96 worden. Huh? En dan boven de 100. Dat wordt helemaal geweldig. En natuurlijk vind ik het leuk om veel abonnees te hebben. En het groeit niet met 30 per dag of zo. En het groeit. Het groeit langzaam. En het groeit. Dan gaat zo iemand dan zo'n opmerking maken. Van, nou, ik denk niet dat... veel mensen gaan het niet met je eens zijn. En ja, wat moet ik dan aan mee? En moet het mij interesseren? Maar ik weet het dat de gemiddelde Nederlander... die is echt heel erg immoreel. Die maakt zich druk over de aankomende zomervakantie. En dan hebben ze weer een wintersportvakantie. En dat vinden ze allemaal hartstikke leuk en erg belangrijk. Maar voor de rest interesseert ze helemaal niks. Er liggen in Nederland iets van 8000 zaken van seksueel kindermisbruik. Die liggen ergens op een plank. Bij de politie? Hebben ze geen tijd voor? Ik heb wel gehoord, er was een keer een toernooi bij een voetbalvereniging in Almere. En toen heeft de politie alle uitvalswegen vanaf dat voetbalterrein afgezet. Om 5:00 PM voor een alcoholcontrole. Ja, daar hadden ze wel tijd voor. Maar om die 8000 zaken van seksueel kindermisbruik uit te gaan zoeken, ja, kom op zeg. Nee, we gaan eerst kijken of die jongens van de voetbalvereniging wel netjes minder dan 1 glas alcohol per persoon hebben gedronken.
En wij vinden dat niet erg. Daar ben ik al lang achter. En ik hou deze beschouwingen voor mensen zoals ik, die wat willen leren van hoe het zit. En die zich ook wel bewust zijn dat de situatie gaat niet tussen nu en een bepaalde termijn die je kan voorspellen zichtbaar, merkbaar, beter worden. Dan kom je erbij. En neem zo'n partij als de FVD en die PVV. Die partijen die hebben ook Europarlementariërs. Die zijn dan tegen de Europese Unie. Ja, maar ze gaan wel lekker in het parlement zitten. Met, ik weet niet, een belachelijk hoeveelheid geld per jaar mee naar huis nemen. Dat is immoreel, man. Ik heb zo'n huwelijk achter de rug. En die moeder van het kind, die heeft het kind verwaarloosd en mishandeld. Dat is echt verschrikkelijk. Nou, er volgde dus een scheiding. En ik ben te grazen genomen met die scheiding, jongen. Zo dat ik net al. En dan mijn familie, hè. Mijn vader, die was toen al overleden. Maar dan mijn moeder en mijn zus. Jongen. Die merken dat echt niet op. Dat de man, de vader in deze, in een onmogelijke positie wordt gemanoeuvreerd. Dat hij van alle kant beknot en beperkt wordt. En dat zo'n vrouw alle vrijheid krijgt. Dus de moeder van mijn kind. Helemaal niet. Volslagen immoreel. Ik ben er ook heel erg boos en gefrustreerd over geweest. Met name door die twee vrouwen. Mijn schoonmoeder ook, by the way. Die kon er ook wat van. En ik ben er nou niet meer gefrustreerd en boos over. Dat is allemaal al klaar. En de immoraliteit van die mensen blijft. Ze zijn totaal immorele vrouwen. Mijn zus die zei naar aanleiding van die scheiding, als zij zoiets, die haalde zo de schouders op, wat zit ik tot de zeuren? Jullie pasten gewoon niet bij elkaar. Dan denk ik, wat? Dus ik had ook de wens moeten hebben om het kind te mishandelen en te verwaarlozen en dan hadden we een fijn huwelijk gehad? Waar haalt mijn zus het lef vandaan om zoiets te denken? Laat staan om het te zeggen. Nee, Nederland is immoreel. Ik weet niet meer wie het zei, maar iemand heeft dus gezegd tegen mij van ja, kijk, een politicus die zegt bij de verkiezingen dat hij iets gaat doen. Maar ja, als hij dan één keer verkozen is, dan kan hij zich daar meestal niet aan houden. Dat moet je die politicus niet kwalijk nemen, hoor. Ja, ja. Dus immoreel. Je politicus is immoreel. Een politicus moet bij de verkiezingen geen dingen beloven waarvan hij kan vermoeden dat hij zich er toch niet aan kan houden. Maar ze beloven het wel, want het klinkt zo lekker. En dan komen ze met hun bips in het pluusje. En dan gaan ze lekker een parlementariërtje uithangen. En dan lopen ze netjes aan de leiband van de paus. En dan krijgen we toch een JSF. Ja, vanwege de coalitiepartijen. En dan moet je toch een beetje water bij de wijn doen. Nee, we zijn immoreel. Ik weet het. We zijn in feite dood. Dus het is helemaal niet erg dat er de meest verschrikkelijke dingen gaan gebeuren. Want dood zijn we al. Ik niet hoor, maar de mensen in mijn omgeving, die zijn al dood. Ik heb er dus ook geen medelijden mee. Hè, zo.
In die zin, misschien is dat een puntje voor mij om aan te werken. Maar ik kijk naar de gemiddelde Nederlander en ik denk, jongen, je verdient niet beter. Een trouwe kijkeraar, luisteraar van mij, die had een heel mooi stukje geschreven. Ik zal het even bijpakken. Vond ik heel positief. Even kijken hoor. Hoe kom ik nou handig? Ja, zo gaat het. Omdat hij nou geschreven wordt. Dan zegt hij hier: het volk krijgt de regering dat het verdient. Ik vrees dat er te veel mensen niet meer verbonden zijn met de werkelijkheid. Daarom denk ik dat een andere politieke partij in eerste instantie niet het beste idee is. Aangezien deze mensen, daarmee bedoelt hij denk ik het volk, niet in staat zijn om hier achter te staan, omdat ze het niet kunnen of willen begrijpen. Goede beschouwing. Want ik denk dat dat is. Ze kunnen het niet begrijpen omdat ze het niet willen begrijpen. Mijn dochter die zegt dan tegen mij over dat begrip met mannenlichaam en een lichaam van een vrouw met mannelijke geslachtskenmerken. Daar is dan iets mee, zeg maar. Onzin natuurlijk. Je hebt een mannenlichaam en je hebt een vrouwenlichaam. En je hebt mensen die zijn tevreden met hun lichaam en je hebt mensen die zijn niet tevreden met hun lichaam. En mensen die niet tevreden zijn met hun lichaam. Ja, nou ja, ik was ook tot op zekere hoogte niet tevreden met mijn lichaam, want ik was zo scheel als een konijn. En ik wilde mijn ogen recht gezet hebben. Dus nou, ben ik uit ontevredenheid naar het Diakonesse ziekenhuis in Groningen geweest en daar hebben ze lopen prutsen aan mijn ogen. Net zolang tot ze weer recht stonden. En vanaf dat moment zie ik dubbel. En ben ik dus achteraf niet zo blij met die oogoperatie. Maar goed, dat is huilen is voor mij te laat. Hè? Maar ik was dus zo iemand, ik was niet tevreden met mijn lichaam en ik heb laten prutsen en ik heb er spijt van. Ja, er zijn ook mensen die zijn niet tevreden met hun lichaam en die laten zich castreren. En dat vind ik zelf echt overdreven. Kijk, dat ik mijn ogen liet rechtzetten. En als ze me toen verteld hadden van ja, we zetten je ogen recht, maar je loopt het risico dat je de rest van je leven dubbel ziet. En dat kan allerlei uitstralingen hebben, zelfs tot en met lage rugpijn aan toe. Dus weet wat de risico's zijn, had ik toen gezegd, oh, laat me zitten. Wist ik veel wat de risico's waren? Ja, toch? Hè? Tja. Staat hier ook krijg net een berichtje van een vriendin van mij. Ja, die heb ik nooit gezien, maar ik vind het wel aardig. En die stuurt mij een fotootje van het boek van Martin Vrijland. De werkelijkheid zoals we die waarnemen. Ik ken Martin persoonlijk. Ik heb hem één keer gezien. Ik kan niet goed hoogte krijgen van die gozer. Ik zou misschien zijn boekje moeten lezen. Ik kan er verder niet zoveel over zeggen. Zij vraagt aan mij van wat weet je, wat vind jij ervan? Ik ben benieuwd wat jij ervan vindt.
Ik vind Martin wel een aardige kerel. Ik heb hem wel een keer betrapt op, of betrapt. Ik heb hem één keer. Heb ik een kritiek op hem ingesproken als beschouwing. Want ik vond dat hij dingen zei en dan had hij zat over de Bijbel te zeiken. Daar kwam het op neer. En dat moet je niet doen. Dat vind ik niet kosher. Kijk, het feit dat de Bijbel is gebruikt voor machtsspelletjes, betekent niet dat de Bijbel daarmee een boek is dat geschreven is om misbruikt te worden voor machtsspelletjes. Want dat is niet waar. De Bijbel is bijvoorbeeld het enige boek dat ik ken. Misschien dat jij andere boeken kent hoor. Dan wil ik zeggen, maar Piri, je weet ook helemaal niks. Hè? Maar het enige boek waarin staat dat een volk geen koning dient te hebben. Ik ken geen enkel ander boek met de seriositeit van die de Bijbel heeft. Hè? Echt een heel oud boek en door tientallen, honderden mensen aan geschreven en door ik weet niet hoeveel mensen gewerkt aan vertalingen. En er worden er, was ook weer 100 miljoen per dag of zo? Nee, 100 miljoen per dag. 100 miljoen per jaar of zo worden er verkocht, toch? Ja, zoiets. 100 miljoen Bijbels per jaar gaan er over de toonbank, hè? Dus de Bijbel qua boeken is het een serieuze jongen. Ja, en in de Bijbel staat in het boek Samuel, wanneer het volk Israëls gaat zeuren bij Samuel over, wij willen een koning. Dat Samuel zegt, van ja, dat wil je helemaal niet. Als er iets is wat je niet wil, is dat een koning. Dat is meer voor de heidenen. En niet voor het volk van Gods. Want het volk van God heeft al een koning. En die heet God. En nou moet je ophouden met zeuren. Dat was het antwoord van Samuel. En daar nam het volk geen genoegen mee. Nou, die heeft toch een koning. Nou, die hebben ze gekregen en hebben ze geweten ook. Hebben we één grote puinhoop? Dus voor mij is de Bijbel is het boek der anarchie. En Martin Vrijland, die in toen hoor, in dat stuk wat hij schreef, die zei, oh, de Bijbel is alleen maar geschreven door de machthebbers en blablabla. Nou, dat is onzin. Dat is bloody nonsense. Dat is niet waar. En het feit dat de Bijbel gebruikt is door Babylon, ja, dat is wel waar. Maar ja, als iemand een hamer gebruikt en daar een moord mee pleegt, is een hamer daarmee nog niet een moordwapen, wat verboden moet worden in alle hobbywinkels. Oh nee. Maar we hadden het over moraal. Nou, moraal vind ik dan ook dat ik dus niet. Ik heb toen die keer Martin Vrijland op, als het ware op de vingers getikt. Maar dan wel op een vriendelijke manier. En hij heeft daar niet op gereageerd. Dat vond ik jammer. Ik heb hem wel op de hoogte gebracht van het feit dat ik een beschouwing had gehouden met hem als onderwerp. En ik had op zijn minst wel iets verwacht van hem. Dat komt hij dan niet. Nou, moet hij zelf weten. Leuk vind ik het niet, maar. Kijk, de werkelijkheid zoals we die waarnemen. De titel is wel leuk. Want de werkelijkheid is de, ja,
Dat is wat we waarnemen. Ja, eigenlijk moet je zeggen, het is de ervaring. Die erscheinung. De voorstelling, zegt ze Schopenhauer. We nemen de voorstelling waar door de wil. En de wil is de werkelijkheid. En door het waarnemen van de voorstelling kunnen wij een idee krijgen van de wil. En de wil is dat wat achter de voorstelling zit. De wereld als wil en voorstelling, dat is de these van Schopenhauer. En wij worden natuurlijk in onze beleving van, laat ik zo zeggen, de voorstelling, die wordt gemanipuleerd. Dus wij stellen ons bepaalde dingen op een bepaalde manier voor. En we denken dat we dat helemaal doen op basis van onze eigen intellect. Maar we weten niet dat wij in onze overtuigingen worden wij gemanipuleerd. En zoals mijn dochter die dan komt met, een mannenlichaam. Je kan niet weten of iets een mannenlichaam is door alleen te kijken naar de geslachtskenmerken. Er is veel meer. Je moet ook vragen aan zo iemand van, ben je wel een man? En als iemand zegt, nee, ik ben een vrouw, dan is het dus kennelijk een vrouwenlichaam. Met mannelijke geslachtskenmerken. Dus je hebt twee soorten vrouwenlichamen. Namelijk vrouwenlichamen met een baarmoeder. En je hebt ook vrouwenlichamen met een penis. En dan is er wat mis met dat lichaam. Dat is moderne vlierenflatserij. Immoreel is dat, by the way. Maar datzelfde geldt ook voor het feit dat mijn dochter niet wil weten wat de misdragingen zijn van negroïde mensen hier in de westerse landen. Dat wil ze liever niet weten. Maar dat is immoreel. Maar je mag je ogen niet sluiten voor de waarheid. Er was een negroïde meisje en die was helemaal, dat was in Amerika, helemaal uit de plaat gegaan, want ze was onheus bejegend door twee blanke jongens. Er waren studenten, twee medestudenten en er waren blanken. En die hadden ontzettend onaardig gedaan tegen haar. Echt, dat kon niet door de beugel. Dat was een rel geworden, man. En dat stond dus in de kranten van black student mistreated by racist white fellow students. Dus er werd expliciet duidelijk gemaakt dat het ging om een zwarte, zo zeggen ze dat in Amerika, wij zeggen negroïde, negroïde studenten. En die was dan onheus bejegend door blanken, medestudenten. Nou, toen bleek na een paar weken dat meisje, want de politie was natuurlijk aan de slag gegaan en er moest dingen uitzoeken. En toen kwam de politie erachter dat het hele verhaal van haar niet klopte. Er zaten allemaal mankementen in, hiaten en dat soort dingen. En toen heeft het meisje uiteindelijk, toen ze dus aan de tand gevoeld werd over wat ze nou dacht meegemaakt te hebben, moesten toegeven dat ze het hele voorval uit de duim had gezogen. Van A tot en met Z. Nou, toen kwam dat weer in de krant. En toen stond er alleen maar dat student heeft gelogen over een nare behandeling door medestudenten. Dus toen was het hele begrip ras, of soorten, was uit de rectificatie verwijderd. Dus in eerste instantie lezen mensen dan dat een negroïde student die is heel vervelend behandeld door blanken. En even later staat in de krant dat een student een aanklacht tegen medestudenten heeft ingetrokken. Want dat was verzonnen. Ja, zo worden wij gemanipuleerd. Zo wordt de voorstelling die wij hebben beïnvloed. En dat is ook precies wat ze doen. De Plato kwam er al mee. Met zijn allegorie van de grot. De allegorie van de grot gaat erover hoe je als overheid
ja, je burgers voor de gek moet houden. En dat je dat wel moet. Want als je je burgers niet voor de gek houdt, dan gaan ze zelfstandig nadenken. En dan gaan ze ontdekken dat ze een overheid hebben die helemaal niks voor ze doet, behalve ze voor de gek houdt. En dat wil je niet. Want dan val je door de mand. Dus daarom moet je de godganse tijd bezig zijn hoe je het volk voor de gek houdt. En terwijl je bezig bent om ze op dit moment voor de gek te houden, moet je ook al bij elkaar gaan zitten met hoe je ze over 5 jaar voor de gek gaat houden. Want allerlei dingen waarmee je ze vroeger voor de gek kon houden, dat werkt nu niet meer. Ja, dus dat hele idee wat we nu hebben met het milieu, met die koolstofdioxideconcentratie en alles. Ja, dat is iets, dat hebben ze jaren geleden al helemaal in elkaar geknutseld. En bedacht van, we gaan het zo aanpakken. Maar in de jaren 80 bijvoorbeeld, werden wij voor de gek gehouden met die Koude Oorlog. In de jaren 60, 70 en 80, oh, de Russen zouden komen en oh, verschrikkelijk. En, oh nee, nou, pas op. Maar ze wisten toen al dat dat niet meer zou gaan werken. Dat dat zijn langste tijd gehad had. Dus dat er weer wat nieuws moet komen om de boel voor de gek te houden. Nou, dat is dan die global warming. In de jaren 70 was dat nog global cooling. Ja. Er zou een ijstijd komen en daar was iedereen bang voor. En het andere ding waarmee ze ons voor de gek houden is dat. En niet alleen negroïde mensen worden onderdrukt en godganse tijd door de blanke mensen. Nee, maar ook de vrouwen. Die worden zo onderdrukt. Nou, we moeten wat gaan doen hoor. Om die vrouwen een handje te helpen. Positieve discriminatie voor vrouwen is hard nodig. Want ze worden de godganse tijd onderdrukt. Vrouwen worden helemaal niet onderdrukt. Dat is een grote leugen. Ik ben de hele tijd bezig geweest met het luisteren naar informatica mannen, allemaal mannen. En die houden dan lezingen over aspecten van de programmeertaal waar ik me dan in verdiep. En dan was er eens een man, wat ouder, een beetje mijn leeftijd zo. Oude typeje. En die zei van ja, in de begindagen, de jaren 80 of 70 zo had hij het over gehad. Toen waren er best nog een hoop vrouwen, ja, die wilden ook wel programmeur worden. En nu, ja, heb je het helemaal niet meer. Ja, ik denk toch dat wij ons moeten gaan afvragen hoe het nou gekomen is dat die vrouwen dat niet meer willen. Alsof het aan ons ligt. Het antwoord is zo simpel. Vrouwen. Die zijn tot de ontdekking gekomen dat programmeur zijn, dat levert een ontzettende bak stress op. En dan moet er overgewerkt worden van hier tot Tokio. En dan kan je rustig je vakantie cancelen en hele weekenden doorwerken. Sterker nog, ik heb als programmeur hele nachten doorgehaald. Serieus. Dan kon ik van 10 tot 11:30 kon ik even slapen, 's avonds. En om 11:30, huppakee. Ik had even gedut op de bank. En ik huppakee opgestaan en ik was om 12:00 weer op mijn kantoor. En dan kon, weet ik veel, dan pas had ik toegang tot de grote company database. En dan kon ik de hele nacht door gaan werken. En de volgende dag om 5:00, toen zat de klus erop. En ik weet nog dat ik toen naar de kroeg ging en dat ik een whisky bestelde. Ja, maar daar heeft een vrouw geen zin in. En daarom willen ze dat niet. En dat ligt helemaal niet aan die mannen. Dat is dat immorele wat we nu hebben. Wij liegen maar wat raak. Dat moet je niet doen. Dat vindt Perry niet leuk. Dus ja. En die beschouwingen vermijden, vroeg de jongen zich dan ook af. Hè? Want denk jij een volksbeweging te gaan veroorzaken of een nieuwe politieke partij of wat dan ook? Nou, ik zit meer op in de lijn van dat commentaar wat ik je net voorlas. Want die man die zei van ja,
mensen willen het niet begrijpen en daardoor kunnen ze het niet begrijpen. Of ze kunnen het niet begrijpen en daarom willen ze het ook maar niet begrijpen. Mensen willen blijven geloven in dat leuke beeld wat ze hebben van Nederland. Het is een heel vooruitstrevend land en het gaat heel goed met Nederland. En we zijn toch een van de beste economieën ter wereld en we zijn heel sociaal en bla bla bla. En wij willen niet onder ogen zien dat in Nederland er wonen. Dus maar 1/3 van de mensen die hier woont, die is hier niet geboren. Die heeft helemaal geen binding met de cultuur, helemaal niks. Er zijn 233 verschillende nationaliteiten hier in Nederland. 233. Hier in Arnhem, als je over straat loopt, ik denk ongeveer de helft van de mensen die spreekt Nederlands. Als ik naar de markt ga, dat is allemaal gachemagochel. Het gaat helemaal niet zo goed met Nederland. En wij willen er graag in blijven geloven. Ja. En dan willen wij en daarmee kunnen wij niet anders denken. Is dat erg? Nee, ik kan niet weten waarom. Ik weet het al een hele tijd. Ik weet nog dat ik bij mijn relatietherapeut kwam. Dat was in de tijd dat het huwelijk zo'n probleem was. En toen zei ik, had ik een keer tegen mijn vrouw gezegd, ik ga een keertje in mijn eentje. Zij vond het al lang best, want ze vond het helemaal niks. Ze vond die man ook maar een surpiet. Ze vond het lang best dat ik in mijn eentje ging. En toen had ik het met die man erover dat ik zei, ja, ik ben erachter gekomen dat die aanslagen van 11 september, dat was niet Osama Bin Laden. En iedereen gelooft dat wel. En zei ik, dit levert dan vervolgens weer een enorm dispuut op in mijn huwelijk. En die man zo, ja, maar als jij dus niet gelooft dat Osama Bin Laden die aanslagen heeft gedaan, dan word je dan niet heel erg bang. Dan denk je, wat maken we uit? Wat is dat nou voor een vraag? Daar gaat het toch helemaal niet om? Het gaat erom dat Osama Bin Laden die heeft die aanslagen niet gedaan. Dat is de waarheid. En dat was de paus die erachter zat. Dat wist ik toen nog niet, maar dat weet ik nu wel. En die man die ik vanmiddag aan de lijn had, die zei ook gelijk van, ja, heb je dan bewijzen ervan dat die paus erachter zit? Ik denk, ja, het is heel aannemelijk. Het is meer dan aannemelijk dat de paus erachter zit. Dat is punt 1. En punt 2, die man P.D. Stewart, de schrijver van het boek Codewoord Babylon. Die staat hieronder. En je kan even naar beneden gaan naar Tom Fraz. Die is dat aan het voorlezen uit Codewoord Babylon. Maar die leest vooruit deel 1. En in deel 1 heeft P.D. Stewart het niet over de aanslagen van 11 september. Dat komt in deel 2 aan de orde. En deel 2 die heeft Tom Fraz niet voorgelezen. Dus dat is jammer. En ik ga deel 2 kopen. Als ik een beetje poen heb, ik zit een beetje krap. Ik kan wel leven of zo, ik klaag niet. Ik moet een beetje zuinig zijn op de centjes. En zo'n boekje, dat kost me dan €35 of zo. Nou, €35, dat is toch iets meer dan 2 uur werken voor meneer Perry. Ja, dat maakt het allemaal niet makkelijk. Maar als ik die poen heb, dan haal ik dat boekje wel. Laat ik het bezorgen. Komt uit Amerika. Dacht ik. Maar als je iemand dan weer gelijk, ja, heb je wel de bewijzen daarvoor? Dan denk ik, ja man, ga zelf op zoek. En ook zo'n opmerking die ik nooit meer wil horen van die immorele mensen, is dat ze zeggen van, ja, als jij een mening hebt, hè, dan ben je daar heel moeilijk van af te brengen.
Dan denk ik, sukkel. De eerstvolgende die dat tegen me zegt, dan stop ik mijn vingers in mijn oren en dan ga ik een liedje zingen. Hoezo is het mijn taak om Jan en alle man van mijn mening af te brengen? Ja, af te laten brengen. Als ik een mening heb, dan heb ik een mening. En ik baseer mijn mening niet op wat ik 3 seconden daarvoor heb gelezen in het suffertje van Renkum. In de regel heb ik daar grondig studie voor gedaan. En als ik bepaalde dingen tot ontdekking ben gekomen, ja, dan heb ik vervolgens een mening over een zaak. En dan zijn er mensen in mijn omgeving en die denken dan even, nou, Perry heeft wel een hele frappante mening. Nou, dan ga ik hem even vanaf helpen. En weet jij wel van dit en dat? En dan zeg ik tegen de mensen, ja, dat weet ik. Nou, dan, wat denk je dan? Nou, nog steeds wat ik dacht. Mijn mening is dat. Nou, dat zeg ik weer eens. Hè. Bijvoorbeeld de relatie tussen de concentratie koolstofdioxide en de gemiddelde wereldtemperatuur. Daar zit geen verband tussen. Dusdanig dat je moet gaan denken dat een hogere CO2-concentratie leidt tot een hogere gemiddelde wereldtemperatuur. Dat is wat ik denk. Dat is mijn mening. En die mening heb ik gebaseerd op de gegevens van het KNMI en Rijkswaterstaat. En als jij denkt dat in de gegevens van het KNMI iets anders staat, nou dan hoor ik dat graag, hè? Dan moet je hem even kijken, hè? Maar dat doet niemand. Dus ik denk, ja. Dat is de immoraliteit. Maar dat maakt mij echt niet uit. Ik vertel dat waarvan ik denk dat dat de waarheid is. En of dat nou door duizenden mensen wordt gewaardeerd, of tienduizenden of honderdduizenden mensen wordt gewaardeerd, of het wordt alleen maar gewaardeerd door een handjevol mensen, een stuk of 8. Het is mij echt gelijk. Want ik ben niet van deze wereld. Ik zit in deze wereld. Dat zal me verder echt batsen. Ik weet al lang dat ik omringd ben met allemaal ongelovige zondaars. Dat weet ik al heel lang. Ik heb veel respect voor de mensen die hier in Arnhem elke derde zaterdag van de maand staan ze hier op straat te evangeliseren en dan reiken ze gratis bijbels uit. Een diep respect heb ik voor die mensen. Dat is parelen voor de zwijnen. En ik heb overwogen om een keer mee te gaan staan. En dat doe ik alleen maar uit solidariteit met die mensen die dat bijna iedere maand doen. Dat ik ze een beetje gezelschap hou. Maar vooral dat ongelovige tuig wat hier in de rondte loopt. Wat? Moet ik die gaan redden? Ik weet dat in de Bijbel staat dat God beloofd heeft dat zoiets zoals met Sodom en Gomorra en die zondvloed en zo, dat hij dat soort dingen niet meer zal doen. Nou, je moet de hele Bijbel, moet je geen jota aan toevoegen en geen jota van wegnemen. En ik denk van, is dit niet wat te snel beloofd door de Heere Heren? Door de rechtvaardigen die wij de Heere Heren noemen. Hè? Want ik ken mijn Pappenheimers. Ik heb er toch 60 jaar tussen gewoond. Ik weet toch hoe ze in elkaar zitten. Oh, wat een tuig, man. Hoe mensen gewoon de andere kant op kijken, terwijl ze weten dat er hele dingen fout gaan. Hele verschrikkelijke dingen fout gaan. Dus ze kijken gewoon de andere kant op. Vinden ze plezieriger voor hun nachtrust. Zoals die therapeut, die relatietherapeut. Ja, maar als je dat soort dingen denkt, dan word je vast heel bang. Dat doet er helemaal niet toe. Waarom zou je bang worden? Voor wie? Er is er maar één waar je bang voor moet zijn. Dat is de Heere Heren. De rest kan jou alleen maar doden. Je lichaam kan gedood worden. Ah, dat is alles wat je kan gebeuren. Maak je niet zo zorgen.
Wees bang voor degene die je ziel kan doden. Dan ben je namelijk echt het bokje. Maar je lichaam dood, wow, kom op. Hé? Nou, ik vond het een hele fijne over moraal. Ik hoop dat jij inmiddels al lang in slaap gevallen bent. Ik denk dat ik hem zomaar ga noemen. Lekker over moraal voor het slapen gaan. En op zijn hamburgers zeg ik tegen jullie, tjus en dag lieverds.